Hij heeft downed gekald, ik probeer hem van je af te mappen. Als ze mij willen hebben, mogen ze me hebben. Oké, ik heb hem gemapt. Oeh. Okay. Oh, hij heeft gewoon een diamond body, ouwe. Ouwe. Ouwe, ik voel me zo getrapt nu. Help je. Yo kijkers van de V-Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van die Hunger Games, oftewel Blitz Survival Games. We spelen vandaag in een team-up. Waar is mijn team? Oh, hier is mijn team. We spelen hier met, hoe heet hij ook alweer? Dovenschmitsch. Nee, hoe heet hij? Jarno. Oh ja, we spelen vandaag met Jarno en met, hoe heet hij? Quatrex. Quad, ah. Oh. We gaan vandaag lekker teamgame spelen. Hun kanaal is in de beschrijving. Check ze eventjes en klik op als ze liken als je het leuk vindt. Bedankt voor alle reacties en achtergelaten op de vorige video. Ik heb niet op mijn alle reacties gereageerd. Waarom? Omdat ik even was vergeten als ik zei, jullie mogen achterlaten als je niet geld wil, dat er dan een klein beetje veel reacties achter worden gelaten. Dus het kan zijn dat ik niet op reacties heb gereageerd. Maar ik hou wel van jullie. Oeh, dat is goed. Wat ik toch even gezegd hebben. Ja, nee. Oh, ik heb trouwens wel gelezen. Nu doe ik het gewoon weer. Ik moet minder met de Timkit spelen van mijn kijkers. Ik speel er te veel mee, dus ik... Volgende potje ga ik niet met de Timkit spelen. Het is wel een leuke kit. I promise. Het is toch leuk? Ja, het is zeker een leuke kit, maar mijn kijkers hebben zoiets van... Nou, Duffy, je speelt nou wel heel veel ermee, doe maar daar even niet. Ik heb zoiets van... Nee, dan heb ik zoiets van, oké, dan luister ik naar jullie. Oh, terwijl ik achter de fat chicken aan zie, die wel mij slaan met zijn woorden ergens. En dan vervolgens hit ik hem goed en dan ren je weg. Hoe vet is die? Oh, gaan we er heen? Ja, ik ben jullie kwijt. Wij zitten achter de windmolen. Oh, ik zie ook letterlijk gewoon een J en een Q. Ja, weet ik, als je het vasthoudt. Je Q. Oh, hier rennen ze. Homeboys. We're home. The weed farm. Dit is zijn favoriete plekje. Weed farm. Hey, ik heb leggings gevonden voor iemand. Wie wil? Ik heb al. Ja, wat is nou beter, chain of gold? Voor jou is gold beter, maar voor ons is chain beter. Oh, man. Voor jou is... Ik heb een diamond trouwens, voor de mensen die willen. Nee. Oké. Okay. Nee. Wie heeft mijn XP bloedhond. Oké, hier hebben we Spelo 9 denk ik en nog wat anders. Haha, die was gerekt. Kijk hem even rekken joh. Wat doe jij nou? Dat is even chill met ze joh. Kijk, hij denkt van ik ga even klappen vangen. We gaan gewoon achter de fat chicken aan. Kijk, Night 10 tegen Night 9 weet je wel. Dat is de show. Jij bent zomaar de big brother. Hij heeft ook al net genomen. Oké, in de back. Oh, wow. Dodge Timmel. Lekker. Jar heeft een kill. Box out. Maar wie is Jar dan? Ik heb een diamond helm trouwens. Wil iemand aandoen. Is voor jou. Nee, dacht misschien. Nee, het werkt hier gewoon. Alles wat jij vindt is voor jou. Heb ik van Dylan geleerd. Ja, dat heb ik van Dylan geleerd. Stofzuiger. Oh my god. Heeft trouwens iemand even een andere helm voor mij? Want ik heb een leren helm. Ik heb golden. Ja, mag ik die? Ik ga achter deze vet chicken. Ik heb geen schoenen voor je, sorry. Ik heb zelfs chain helm voor hier. Oh nee, maar dat maakt niet uit. Dit is alleen met de gear van gold en chains. Alleen de leggings van chain beter. Voor de rest is alles hetzelfde. Oh joh. Dat is weer het gekke. Jer, niet doodgaan. Goh, ik had even een lijk spijker. Jer, je hebt mazzel dikke was, jongen. Ik kijk gelijk met F5 achter me dan allemaal. Ja joh. Daar heb ik echt geen tijd voor. Hoor. Ja, maar die lui spelen hier al zo lang op je. Die zijn daar helemaal gewend. Maar ik heb 5 in mijn R-knop. Ik zit erachter. Oh, maar ik snap niet dat mensen 5 op hun R-knop hebben. Weet je waarom? Help. Nee, ik ga dood. Ben je down? Ja. Je moest bij de groep blijven, jongen Hendrik. Nee, ik wou een beetje afsnijden. Toen kwam iemand tegen en ik dacht dat hij wat had gedaan. Dit is als man. Maar één ding is zo fijn in team games. Oké, je krijgt wel minder coins. Maar hey, als wij winnen, dan heb je ook gewoon een win. Dus. Dit is man. Of ik bedoel coins. Bedoel ik. Win krijg je ook hoor. Jawel, dat wel, maar ik bedoel ook je krijgt de coins. Trouwens, als we even tap indrukken, dan zien we dat alleen team 5 nog 7 mensen heeft en team 1. En voor de rest alles ook gewoon gesplit, dus dat is wel fijn. Mooi. Dus we hebben op zich best een... Ze hebben maar even in de rug gekritten. Zat even AFK, je dus inventory goed te zetten, wordt gewoon gekild. Yep. Staat gewoon... Ja, maar kijk, sommige mensen zeggen dan, die moet je dan niet gaan killen. Maar dan heb ik zoiets van, maar hij kiest toch zelf voor om daar stil te gaan staan. Oké, ik heb gewonnen. Ik heb mijn keer. Ja, maar ouwe, hij heeft blazes. We spelen op ijs, dat kan niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Alsjeblieft. Ouwe, ik heb 2 diamonds. En ik heb sticks. Let go. En ik heb 4 levels, zo. Misschien dat we snel van een... Hier is waar de crafting table zit, toch? Je zit in het huisje eentje. Ja, maar dat moet best ver nog... Ja, hier voor mijn neus zit er hier. Oh, ja. Nou, zit in de map Despair VE? Nee, jij zit er naar Anvils? Ja, zeker. Hè? Bovenop de berg zeker helemaal. Boven de berg zit een huisje, volgens mij is daar een Anvil. Want ik had gisteren namelijk Diamond Boost met Protection 3 en Protection 2. Maar mensen zeiden dat ik dat toch niet kon samenvoegen. Maar ik dacht van, weet je, dan duik Protection 5. Nee, dat kan niet. Dan bugt die wel verder, dan gaat hij uit elkaar weer. Ah. Oké, ik heb een Diamond Sword. Let's go enchant it. Looks nice. Eigenlijk had ik al mijn Diamond helemaal moeten geven. Ja, maar wie heeft die nu dan?
Ligt ergens op de grond. Lag ergens op de grond. Oh, dan heeft iemand hem op. Ik ging dood waar je net zat. Maar wij killden net die kerel die jou killde, dus dan... Ja. Lekker boeiend, joh. Daar heb ik hem volgens mij. Ja, weet je wat is dat? Wat geeft een diamond helm? Het geeft een half armor stukje meer of één armor stukje meer? Nee. Ik kan er nooit zo heel erg om keren, maar mijn kijkers wel. Dankjewel kijkers dat jullie altijd heel erg de druk op mij leggen dat ik de beste gear aan moet trekken. Doe ik het niet, word je allemaal eraan herinnerd. Ja. Word je allemaal eraan herinnerd. Dat is ze denken nu van Duffy, je hebt chain boots aangedaan in plaats van je iron boots. Ik weet het, maar deze zijn met protection. Van een wolvenman. Ik weet niet eens hoeveel protection hebben? Erop zit. Wil je mijn hebben? Kijk. Ik heb protection 3. Nee, ik heb protection 1, dus beter dan. Ik heb een gold body toch, weet je. En dat zit gewoon helemaal niet gedamaged, weet je wel. Dus ik ga mijn chanten, krijg een berekening erop. Kijk, hoe je deze hebben dan? Ik heb mijn 19. Ja, dank je. Dit gaat toch nergens over? Ik bedoel, moet je trouwens nog eens geen chant hebben? Ik heb nog een level over. Ik heb nog 3 levels. Oké, okay, ja, omdat jouw body is dus allemaal niet geen chant. Ik denk van, even collegiaal doen. Blast project nog maar. Het is vandaag niet mijn enchant dag, zie ik al wel. Heb ik al sharpness trouwens? Ja, dat wel. Oké. Okay. Enchanten. Ojanen. Ojanen. Oké, er komt hier iemand aan met een... Ik weet niet wat hij probeert, maar... Dat is 3 hitting quote. Ja, maar die is een beetje een hero combo al die maakt. Ik probeer het even langs te lopen. Die dacht even Legolas. Even gewoon hoppakee. Even Sparta. Dit is Sparta! Moet je diamond sword wel, ja. Dat ene hit dan nog net, weet je. Wat je dan krijgt voor die damage. Dat is zo zuur. Hij heeft ook een... Oh ja, diamond sword. Mooi. We spelen vandaag met Jer en Jar. Jer en Jar. En met Koetrax. Quadrax. Oh shit, nu zie je dat ik... Oh. Koe. Dan moet je al winnen. Als je niet wint, dan schaam me. Ik doe mijn best, jongen. Ik kan niks beloven. Oh, deze is ook een diamond sword, joh. Maakt niet uit. Oké, die is down. Kom op. Oh, jou nog. Oké, hebben we gewonnen? Pak alle kills. Neem het er nog één. Oh, ik ben namelijk 3 AP. Dus ik laat even aan jou over. Ik heb hem al. Hij wacht jou alleen. Oh, kom maar. Kom maar. Dan ga ik jou nou wel killen. Kom maar, clean! De clean! Nee! Oh. GG! Hex. Yep, I got hex. Ik heb 8 kills. GG. Hoeveel coins ga ik krijgen? Oh, 1426. En mensen, wijzen jullie weer lekker in de volgende game. Goed mensen, daar zijn we weer. Opnieuw natuurlijk in de map Winter. Kijken natuurlijk of we hier de win voort kunnen zetten. Ik mocht niet meer met Timkit spelen, is waar. Ik ga met de Bekerwolf de Creeper. Creeper. Ja? Ja, Creeper doet gewoon. Oké. Okay. Er is een teamverband overleg. Totaal geen groepsdruk of zo. Het is dan niet dat ik ervoor werd gepusht of zo. Komt goed. Dat is een quad tracks. Quad tracks? Ja. Oké, ik heb de boots. Ik heb leggings. We hebben een nieuwe naam voor Manticore. Quad tracks. Yar. Yar. Yar, dat klinkt zo van die van Yarpy van de Dudesons. Oh god. Ach, die ken je wel toch? Ja. Yeah. Oké okay, dan. Nee, ik dacht even dadelijk zit ik op een ander level niveau dan jullie. Dat jullie dat gewoon helemaal niet kennen. Dat jullie gewoon echt zo'n saai leven hadden. Maar... Zo saai leven van. Hey, oh. Ik heb een stenen zwaard. Oh nee, doe ik het. Iemand in het huis, Daniel. Oké. Weet je Oh, jij bent Nino aan het carry. Je helpt mij gewoon niet. Je vindt Nino belangrijk. Hij loopt zo zwaard eruit. Ik heb een hacker gevonden. Dat is ja? Verrassing. Yeah. Waar? You are a pirate. Kijk daar, Nino. Daar. Is deze keer? Shotgun 417. Shotgun 417. Hij zat bij 2 keer of 3 keer, maar 1 keer maar geregistreerd. Waar is hij nu dan? Tussen die huisjes in. Wacht op mijn cat. Ik wil dat even... Ik wil dat natuurlijk wel even zien. Ik heb hier iemand die campt een beetje op mij. Die heeft zoiets van... ik kan er wel aan. Ik heb trouwens nog stuff over voor iemand die leggings nodig heeft. Toen kwam de aap uit de mouw bij je. Opeens een diamond axe en een full iron bijna. Nee, ik heb wat gear voor jou, Nino. Nee man, dat is full ladder. Ik heb die voor jou en ik heb die voor jou. Meer heb ik. Snowman team. Maar ja, alle beetjes helpen dacht ik zo. Heb je eten, jij? Ja, ik heb 10 carrots voor mijn kit. 10? Jezus. 1 is ook genoeg, hoor. Deze keer was een beetje last van... Ja, dat was die hacker. Oh, nou, dan heb ik die niet zo... Een hacker op MVP, weet je het zeker? Ja, hij deed al heel erg raar om ons zitten. Hij had een hele rare... Even spijten, joh. Oh, ik heb nu alles weg. Oh, nou heb ik er nog eentje. Ik doe het wel gewoon lekker zo. Okay. Als dat werkelijk een hacker was, dan had hij tegen mij zijn hacks uit of hij was gewoon heel slecht. Ik weet niet. Maar ik vraag me altijd af, weet je, waarom zou iemand met een MVP-rank gaan hacken? Want hij gaat winnen waarschijnlijk. Ja, maar een MVP-rank, besef. Dus. Wat gaat hij nou dus zeggen? Dat is toch fucking duur? Ja, kill het kort van de nu niet meer hoor, nu nog maar 30 euro of zo. Ga je even 30 euro aan een servertje betalen voor de fun? Ik vind dat ook belachelijk veel hoor. Ik vind het veel voor een game die je al hebt, zeg maar. Blijf je hem even met je poten van jij af, godsamme zeg. Ik krijg nooit een keer, echt nooit. Als iemand een
Hey, ik heb een betere body voor je en betere leggings. Hier. Bloop. En. Oh. En die schoen doe ik zelf aan. Die mag je hebben. Oké, er zit hier slimes. Slimes. Dat zijn wel irritante slimes. Ik moet zeggen dat sommige mensen spelen echt goed ermee. Magma cubes zijn irritanter. Maar wat gaat deze doen dan? Ah, hij redt helemaal weg. Ja, dan heb ik geen zin eigenlijk om achteraan te gaan. Dat zeg ik heel eerlijk. Ik weet niet. Ja. Dan kan ik beter gewacht tot hem tegenkomen. Maar de damage gaat toch zo meteen aftellen volgens mij. Omdat dit potje gaat echt zoveel sneller dan het vorige potje. Echt, what the fuck. Heeft iemand jullie een diamond? Nee. Nee, er viel er wel eentje. Nee, die heb ik opgepakt, zeg maar. Dus vandaar dat ik vroeg heeft iemand een diamantje. Ik heb nog geen shant levels, maar niet. Over. Nee, ik had maar één level. Weet je dat je vroeg op slime 10 een diamond. Oh, wacht, niet dit wapen, je hebt niet nog. Zeg maar, een diamond. Eén diamond. Wat kreeg je van die kit een diamond? Ja, vroeger op slime 10 kreeg je één diamond bij je kit. Dat is wel OP op zich, als je gewoon die andere weet te vinden. Want het schijnt, ik weet niet of het zo is, men zegt dat er altijd twee diamonds minimaal in de game zitten. Geen idee, ik weet het echt niet. Ik weet ook niet, maar waar je heen gelopen trouwens? Oh, gewoon... Ik volg die gozer gewoon, ik was een kill. Ik kom wel terug, Nino. Nino is helemaal bang van... Nee joh, ik zat er terug. Ik heb toch niet te fixen. Oh nee! Ik ben boomman. Zie je hem echt niet? Nino, kijk, nu is achter je. Ah! als je weet wat ik zie, ik zie gewoon letterlijk niks van. Hoezo? Ja, je zit helemaal in die boom geglitcht. Oh, dat was dan had ik daar gewoon moeten blijven zitten. Zo die dummy 13 heeft gekillt. Zit hier nog iemand? Oh, hier zit iemand in, joh. Oh, diamond boots, een iron booty en... Oh. Ja, laat maar zitten. Ik heb een diamond trouwens en een stick. Ik ga gewoon weg. Daar heb ik nou denk ik te laat voor. Dat is echt een kut plek om te vechten hier. Wij moeten helemaal door het water. Weet ik, maar hoe heet dat? Er liggen daar wel leggings op de grond, die zijn beter. Ik heb diamond en een stick. Oh shit, never mind. Lok hem vanuit de grot. Ja, maar de damage gaat beginnen. Ja, dit kan nog wel lastig iemand worden, ouwe, want hij heeft best wel gear. Ik heb snowman. Maar we zijn met z'n drieën. Snowman? Ja. Oh. Dan maak ik gelijk een stuk makkelijker. Oh. En VM, nevermind. Snowman, oh. Allemaal gewoon weer slecht. Oh, deze kerel. Vind ik altijd gewoon een beetje zielig op zulke mensen. Hij heeft een golden apple, kijk uit. Nee, ik heb hier mijn vader. Waarom zie ik niemand meer? Zijn team? Ik zie jullie niet meer. Hoezo, je ziet mij toch gewoon hier? Nee, joh. Ja, dat is een gekke glitch. Oh, Jerry, jongen, een beetje mij te kaarsen. Hebben jullie, oké, moeten die gozer killen, die gooien? Die heb ik down, gewoon solo. Nice. GG. Hey. Er gebeurt wel iets geks, jongen, met één. Hoppakee, we hebben weer weten te winnen. Hoeveel coins krijgen jullie? Krijgen dit keer 1080 en mensen, wijs jullie lekker in de volgende game. Oh, goed mensen, dan zijn we weer wederom in winter, want dat is natuurlijk de enige map die je met drie man kan spelen of we moeten solo gaan spelen. Ik ga dit keer met de Baker Kit. I got these. Ik ga trouwens ook een flying squids eventjes tippen. Dank u wel. Ik krijg gewoon 500 karma punten dan, hè. 500. Dat is echt OP. Ik weet niet waar je ermee kan. Je kan er nog niks mee. Maar dat zeggen ze al 3 jaar lang. Nee, dat zeggen ze pas een jaar. Pas een jaar. Klopt. Op HP duurt alles al een stukje langer. Ze zeggen soon, dan betekent ze in het plus 3 jaar of zo. Zo. Dank je. Dat was zeg maar in... Denk, oh, dang it. Ik heb een slowpot trouwens. Ja, rennen van die spawn weg, want ik word gefocust. Oeh. In 1,5 jaar geleden was er een blood tournament, dat is nooit gekomen. Oeh, jongens, help eventjes. Ik word een Jerry, ik weer in achter jou. Er zit iemand redelijk die mij aan het irriteren is. Ik heb slowpot achter ze gegooid, dus zijn kans niet echt lang. Ja, daarom Jerry. Ik werd er ook al flink door in elkaar gestompt. We moeten rennen. We kunnen denk ik alleen maar wachten op onze kit en dan omdraaien misschien. Nee, maar ik vind echt van wat? Hoeveel damage doet die gozer? Ja, die heeft stone sword, ouwe, dus die loopt vol te kritten. Ja, maar ze weten wel druk te zetten op ons, god dang it. En zo meteen een lekker kitje, anders het... Nou, ik weet, ja, nou, dat is nog maar de vraag. Ik krijg bekerkit, hè, dus ik heb niet heel veel gear. Oh ja, ik ga dood, denk ik. Ze willen mij niet hebben, dus ik kan even rustig gaan. Regenen. Ze willen Nino nu hebben. Nino, whatever you're gonna do, just run. Ja, mij hebben ze. Nee, blijf rennen. Daar wil je steeds bar. Hij heeft Taunt gekald, ik probeer hem van je af te mappen. Ja, als ze mij willen hebben, mogen ze me hebben. Oké, ik heb hem gemapt. Oeh, okay. Oh, hij heeft gewoon een diamond body, ouwe. Ouwe, ik voel me zo getrapt nu. Help je. Waar ben je? Ik Het is alweer op dat punt. Blijf rennen. Zie je wel weer, hè? Blijf rennen. Ja, ik blijf zeker rennen. Ik denk echt zo, weet je wat, van nou, dan, als wij ons setje hebben, draaien we even omgaan met ze vechten. Maar in dit geval... Weer een diamond, zeg maar. Ja, hier, achter me. Oh, ze zijn weg. Oh, ja. Ik dacht echt van, weet je nou... Ik kan een goed duim maken misschien, kijk. Ja, maar ouwe, kijk mijn gear eventjes. Oh. Kijk mijn gear. Hier, ik heb een upgrade gear wipes. Dank je. Oké.
goed, laten we die kerel met zijn down body gaan downhunten. Ik bedoel, als we die hebben... Dan ben je binnen. Dat is gewoon even keer, dan hebben we iron shit. Oh. Moet je het ook gewoon ontiegelijk overkit hebben? Ja. Oh, ik heb hem. Nice, man. Zag je dat? Oh, ja. Yeah. Nou, ik was niet... Heb je een helm voor mij? Ja. Alleen leather shit. Oh, nee, laat dat maar zitten. Oké, let's go. We moeten echt die kerel gaan vinden met zijn... Weet je, met die down body, ouwe. Echt waar. Hoe heet hij ook weer niet? Kan je dat even checken? Ik ga even checken. Het was waarschijnlijk al een hoge gozer, hè? Ja, het is een blauw naampie. Ik denk Relix, dat hij zo heet. Ik ook naar spangavertjes, dan is het zo. Hij heeft Zero Max D. Zero Max D, oké, hij leeft nog steeds. Oh, in de spawn. Hij is in die tunnel. Oh, oké, okay, nee, dan goed. Gaan wij naar de spawn toe, want hier is iemand. Killen. Die motherfucker hebben killen. Hij teamt als met iemand met full gold. Maar niet zo uit, full gold niet. Hij heeft een stone sword, of een iron sword, met sharpness, I guess. Even kijken wat hij heeft trouwens voor zwaardje. Nee, ik heb net iets te ver gemaakt, denk ik, hè? Lekker, die was lekker vast. Daar had ik hem lekker vast. Nice. Nice. Perfecte clean, hè? Yeah, dankjewel. Hij heeft looting 2 hier. Mag deze helm. Oh, protection 3 op mijn diamond helm, ouwe. Zie je. Nice. Holy moly. Protection 2 op de boots. Dan heeft hij... Wat voor kit heeft hij dan? Niet hij gewoon... in. Niet mag holy team. Moly. Ja. Wauw. Wil je nog chain leggings? Ja, maar ik ga even richting de spawn hier. In mijn just nu gewoon die guy met die diamond chest. Maar zal ik een iron sword gebruiken met looting of zal ik een sharpness sword maken? Sharpness. Looting okay. Heb je niks van. Heb ik niet zo. Mag ik die leggings? Tuurlijk. Dank u. Oké, okay, let's go. Als je een diamond vindt, ik heb nog een diamond, hè? Nee, ik heb helemaal niks, man. Maar laten we ons nou even focussen op die kerel, want die leeft nog steeds. Hij is niet solo, hij heeft nog... Hier is hij. Ik zie hem op 18, een beetje verder van jou. Ik weet niet of hij zwaar kan hebben. Hij heeft een gouden appel gegeten, ouwe. Ren. Nee, ik heb bekerbotten gegooid. Ik bedoel, jij eet een gouden appel, gooi ik een bekerbottel. Hij heeft 14 HP en span, dus ik heb die andere guy, ik heb die andere gozer gefield. Nice, dat is perfect wat we hebben gedaan. Ik heb 2 diamonds weer. Nice, ga maar maken. Ik blijf druk op deze kerel zetten. Kijk, kijk jij uit? Je bent goed diamond. Ja, hij heeft 12 HP. Het is goed, kunnen we full diamond maken als we een diamond... Oh, als we een diamond boots hebben. Weet je, die meatmaster boots even goed zijn als diamond boots? Oeh. Really? Ja. Yeah, ik blijf hem gewoon druk op deze kerel zetten. Hij heeft 11 HP inmiddels. Nu kan ik niet meer achter hem aan, dan ga ik veel HP door verliezen. Oké, hij rent nu weg. Ik denk dat hij zo meteen weer full HP zou hebben, maar ja. Het team is wel uitgeschakeld, dus hij heeft wel daardoor een stuk... Ik heb hem wel verneukt in ieder geval. Daarom, hij heeft wel... Ik heb een diamond sword. Zij? Ik heb een diamond sword, ik ga hem snap enchanten. Nice. Moet zeggen, hij was wel OP hoor. Hij had ook nog even een gouden appel. Ik zou gewoon als ik hem was wegrennen niet eens erop ingaan. Ik heb nog een speedbootje, dus misschien... Ja, maar in de damage gaat het lastig worden misschien. Hij kan natuurlijk wel veel hits tanken, alleen... Het zijn allemaal... Hij heeft wel niet zijn mindset geraakt. Ik heb sharpness. Ik heb sharpness op een diamond sword. Nice. Oh, deze kerel, wat doet hij nou? Gebruikt hij speed of zo? Wat deed hij? Ik heb hem. Scheelde niet veel, ouwe. Ja, jij nee. Maakt toch die... Ik heb hier een gouden appel voor je. Wacht even, kom hier. Nee. Eet hem maar, want die heb jij nodig. Oh, fuck. Coin chest achter je. Heb je hem? Nog gekregen, jij maar. Oké, dan. Coin chest achter je, voor je. Oh, dank je. Pak hem, boys. Nice. 500, nice. Pak hem. Die is zo dood. Hij kan beter naar beneden springen. Ja, maar hij wil niet. Hij wil rond blijven rennen. Dit is iemand die wil denk ik per se de game winnen. Gaat niet lukken. Wat ik op zich kan begrijpen. Maar laat ik dan even snel deze kerel pakken. Ik heb hem. Oh, nice. Oké, dan ga ik. Down gekald met shift. Confirmed on the video. Nice. Ik had gisteren video geüpload dat het mij niet lukt. Omdat ik drukte toen geen shift in. Eens, boys. Ja, wil jij hem killen? Ja. Oké, dan slijk hem nog een pas naar zij komt. Kimmer. Hey, GG, yes! Ik ben niet sterk toch zo. Hoeveel coins heb je gekregen? Ik weet het niet, ik ga nu zien hoeveel coins ik ga krijgen. Ik krijg er nu... Je hebt dus Manticore armor. 1277. Plus nog die 500. Nee, voor mij zit dat er gewoon in bijeen. Ja, mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van de Hunger Games. Mocht je het nou weer leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft om die like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat ook gerust wat in de reacties achter. Check Nino en Jerry hun kanalen in de beschrijving. Abonneer ook even op hun. En ja, tot morgen mensen. Later. Op morgen.